Hey huizenzoeker, leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe woningvideo. Ik ben Maarten, de droomhuismakelaar. En op deze licht mistige winterdag gaan we vandaag kijken bij een prachtobject. Een 201 kapwoning. En als ik dan zeg in Middenbeemster, dan denk je misschien aan de dorpskern. Nou, die dorpskern die is ontzettend gegroeid in de afgelopen jaren. Het huis waar we vandaag gaan kijken is ook echt nog niet zo oud. Maar het ligt net buiten de rand van het dorp, tussen de Hoop-Bredeweg en de Oosthuizenweg. Gelegen aan de aorta van deze prachtige polder, de levensader, de middenweg. In dit geval ook een gulden middenweg tussen vrij wonen met uitzicht voor en achter over landerijen. Waar je ook zo op de bus kan stappen dat je met 40, 45 minuten zo in Amsterdam zit. Daarnaast heb je natuurlijk nog Middenbeemster in je kielzog. Voorzieningen all over. En als je dan achter het huis zit, terwijl je net op 5 minuutjes afstand boodschapjes hebt gedaan, dan kijk je zo uit naar de Doperkerk aan de Jesperweg. Ja, ik zeg het vaker, maar het lijkt er toch weer op. Mooier dan dit, dat wordt het niet. Dan hebben we nu het punt in de video bereikt dat het tijd wordt voor het wetenswaardigheidjes. Kom maar mee. Beeld spreekt natuurlijk al voor zich, hè? Prachtige architectonische stijl. Type 201 kap, maar ik noem het eigenlijk liever anders, want dat verdient het ook. Een half vrijstaande villa, gebouwd in 2007. Ook nog eens voorzien van een prachtige vrijstaande garage. En als je goed kijkt naar de zijkant, zie je dat daar zonnepanelen op liggen. Nou, dat is dan op de zuidkant. Dat betekent dus dat die achtertuin op het westen is gelegen. Achter die garage zit nog een leuke USP, maar daar komen we zo meteen. Eerst gaan we even naar binnen. Als je binnenstapt, zie je dat de rest van het huis eigenlijk niet meer anno 2007 is, maar eerder 2021. Aan de voorkant moderne keuken, een echte woonkeuken met een spoeleiland. Hierachter een uitgebouwde woonkamer en een prachtig terras op dat zonnige westen. Een mooie ingebouwde wand. En aan deze kant nog een leuk hoekje voor bijvoorbeeld een werkplek en huis. Misschien is het ook wel leuk om te weten dat de vloerverwarming zit in de woning. En als je nog even die kant op kijkt, dan hebben we hier de deur naar de kelder. Maar die zie je op de volledige fotoreportage bij ons op de website. Ik neem jullie mee naar de openslaande deuren, want we gaan weer naar buiten. Dat is toch ook wat deze plek zo mooi maakt. De huidige eigenaar die heeft me verteld dat als de boer hierachter heeft gemaaid, die een appie stuurt. Bedankt voor het maaien van mijn uitzicht. Want ja, huizenzoeker, dit is je uitzicht. En we proberen bij zo'n woningvideo altijd wel lekker de vaart erin te houden. Maar misschien ben je het al vergeten dat ik aan het begin van de video had over een USP. Staat voor Unique Selling Point. In dit geval de buitenkeuken. Deze buitenkeuken, dat is toch... Met die winterkou heerlijk genieten. Ik heb het heatertje alvast aangezet. Maar je moet het dus voorstellen dat je hier lekker met de hele familie aan tafel zit. En op zo'n weidse locatie ook nog eens. En dat maakt het dus zo bijzonder. Heerlijk uit de wind. Dus je ziet, hij is van alle gemakken voorzien. Dus als je van kokkerellen houdt, kun je hier ook echt heerlijk uitleven. Bovendien kunnen we ook nog helemaal openzetten. Waardoor je gewoon voor ieder wat wils lekker kan genieten. Heb je ook nog eens een oprijpad voor meerdere auto's. Zoals ik aan het begin al zei, mooier dan dit wordt het niet. Dit huis in Middenbeemster vinden, dat doe je natuurlijk bij de Beemster Makelaar. En waar het ook staat, je droomhuis vinden, dat kan alleen bij Tromp. In deze markt is het van ontzettend belang dat je er op tijd bij bent. Dus bekijk je deze video nou op Funda, dan ben je misschien wel te laat. Wil je dat voorkomen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal en geef ons een duimpje op Facebook en Instagram.